meester Charles Meynals uitgebreid ingegaan op het probleem vanaf het begin voor wat betreft de Dokse Club en het ministerie van LVV. In onderhavige zaak gaat het om het volgende. IJzer stelt zich op het standpunt dat hij heeft voldaan aan hetgeen in het vonnis is beslist ten aanzien van de veroordeling om de vergunningen af te geven aan gedaagden. Dat stelt LVV dus als eisende partij tot opheffing van het bezag. Desondanks stelt gedaagde, Dokse Club, zich op het standpunt dat dwangsommen zijn verbeurd. En heeft zij op grond van de verbeurde dwangsom executoriaal beslag doen leggen op de aan IJzer toebehorende roerende goederen. Dat is wat ze stelt in het algemeen. Ik zal niet helemaal verder lezen, want voor het overige is het voor deze zaak niet zo belangrijk. Gedaagde, dat is Dokse Club, voert aan dat IJzer is veroordeeld om vergunningen betreffende de lading die per 19 januari 2022 zou arriveren af te geven aan IJzer. En zoals gevorderd onder het primaire van het petitum op basis van de reeds betaalde facturen. Dat zijn dus de drie ladingen, zoals ook in het vonnis van de rechter die in januari vonnis geweest heeft vastgesteld. Volgens gedaagde heeft IJzer in eerste instantie op 27 januari 2022 slechts importvergunning verleend aan de lading die per 19 januari zou arriveren. En heeft IJzer niet voldaan aan het tweede gedeelte van de veroordeling luidend, zoals gevorderd onder het primaire van het petitum op basis van de reeds betaalde facturen. Het tweede gedeelte betrof de ladingen die per 28 januari en 4 februari zouden arriveren. Pas nadat gedaagde een tweede vordering heeft ingesteld met AR-nummer 220385, ten einde IJzer te dwingen om alsnog uitvoering te geven aan de veroordeling, heeft IJzer na 12 dagen de overige twee ladingen van een importvergunning voorzien. De dwangsom is derhalve verbeurd en bedraagt 240.000. Aldus gedaagde, zoals wij dat gesteld hebben. En onder 4.9 overweegt de rechter, gelet op het voorgaande, mede in acht nemende het gevorderde, overweegt de kantonrechter dat de vragen die beantwoord dienen te worden als volgt zijn. Heeft IJzer al dan niet tijdig voldaan aan het vonnis? Is de opgelegde dwangsom als gevolg van het niet tijdig voldoen aan het vonnis verbeurd? Is het gelegd beslag op de goederen rechtmatig en dient de openbare verkoop te worden opgeheven? En wat mij zeer verbaast, de rechter overweegt op 4.10 overwogen wordt dat tussen partijen vaststaat dat IJzer heeft voldaan aan het vonnis. Daarvoor heb ik u voorgehouden, hebben wij geargumenteerd, betwist dat aan het vonnis is voldaan. Als je te laat een deel van het vonnis niet uitvoert, heb je niet voldaan aan het vonnis. Zo simpel ligt het. Dus dit is primair dat deze overweging overwogen wordt, dit is doorslaggevend. Overwogen wordt dat tussen partijen vaststaat dat IJzer heeft voldaan aan het vonnis. Tussen partijen is juist niet komen vast te staan. Tussen partijen, in ieder geval Dokse Club, heeft geargumenteerd, aangegeven dat IJzer zich niet gehouden heeft aan het vonnis. En de IJzer hier heeft niet geargumenteerd, bewezen dat ze wel voldaan hebben aan het vonnis. En verder stelt de rechter, alleen twisten partijen over het moment waarop IJzer uitvoering heeft gegeven aan het vonnis. Als het moment van uitvoering bestaat,
uit, ik lever mijn vergunningaanvraag in over die twee ladingen. Ik completeer de aanvraag door de gezondheidsverklaring af te geven. Dat is een completering. Dan moet daarop de vergunning worden verleend. Als dat niet gebeurt, ben je laat. Zo simpel ligt het. En verder gaat de rechter, geconstateerd wordt dat in het dictum van het vonnis van januari niet is bepaald binnen welk termijn de vergunningen dienden te worden afgegeven aan gedaagden. Nou, ik ben hiermee dus absoluut niet eens. Wat ik eerder heb aangegeven, het moment waarop de vergunningaanvraag wordt gecompleteerd, het wordt afgegeven aan LVV, daarop moet er beslist worden door LVV dat die vergunning, dat die aanvraag van een vergunning wordt voorzien. Dat die aanvraag wordt gehonoreerd. En iedere dag waarop zij dat niet doet, betekent dat €20.000 aan dwangsom. Het kan niet anders gelezen worden. En de rechter zegt, derhalve kan niet beoordeeld worden of eiser al dan niet tijdig heeft voldaan aan het vonnis. Eiser heeft niet tijdig voldaan aan het vonnis. 12 dagen daarna, nadat de rechter, de tweede rechter, aan LVV heeft voorgehouden, wat ga je doen? Ga je het vrijwillig doen of moet ik vonnis wijzen? Als je het niet doet, ga ik vonnis wijzen. Op basis daarvan zegt LVV, ik ga het doen. En dat is na 12 dagen, heeft LVV daaraan voldaan. Duidelijker kan het niet zijn dat het vonnis niet is uitgevoerd. Een deel van het vonnis uitvoeren betekent, het vonnis is niet uitgevoerd. Het verweer van gedaagde dat nu eiser pas na 12 dagen de overige twee vergunningen heeft verstrekt, zodat de dwangsom is verbeurd, gaat derhalve niet op. Ik zal dit dus bestrijden in hoger beroep, want we tekenen hoger beroep aan. Dit is niet juist wat hier staat. En verder zegt de rechter, dit leidt ertoe dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat de dwangsom is verbeurd. Ik ben met deze overweging absoluut niet eens. Daarnaast, onder 4.12, zegt de rechter, het executoriaal beslag gelegd op grond van de vermeende verbeurde dwangsom, nu hiervoor niet aannemelijk is geworden dat de opgelegde dwangsom is verbeurd, is het beslag onrechtmatig en zal derhalve worden opgeheven. En voor de rest overweegt de rechter nog enkele zaken. Nou, in de eerste plaats, terugkijkend, ik hoef niet eens te zijn met een uitspraak van de rechter. Dat is geen nieuwigheid. Als ik oneens ben, dan ga ik naar het Hof. Zodat het Hof, waar 3 rechters beslissen, daarover een oordeel kunnen vellen. LVV was niet eens met het vonnis in eerste instantie door de rechter gewezen. LVV heeft hoger beroep aangetekend. Dan moet u zich voorstellen, je krijgt een vonnis. De boksenclub heeft een vonnis in handen waarbij de uitvoerbaarheid bij voorraad is bepaald. Dus ondanks hoger beroep, ondanks verzet, mag je toch uitvoeren. Mag je toch executeren. En een collega rechter die beslist in kort geding, in spoedkort geding, dat er geen uitvoering gegeven mag worden aan het vonnis bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard. En dit is een heel moeilijke zaak.
Wij zullen hier over het Hof adhieren. Want LVV had de mogelijkheid om, nadat ze hoger beroep heeft ingesteld, om het Hof te vragen om zich te buigen over de op handen zijnde executie. En als het Hof dat oordeel genomen had en had beslist dat Dokse Club niet mocht executeren, dan was het acceptabel. Ook al was je er niet mee eens, maar het Hof heeft beslist. Dus we gaan ons daar neerleggen. Voorlopig gaan we ons daar neerleggen. Totdat het Hof over de hoofdzaak heeft beslist. Dus artikel 272 van het wetboek van rechtsvordering. En dat luidt: wanneer buiten de gevallen bij wet voorzien de voorlopige ten uitvoerlegging van een vonnis bevolen is, is de appellant bevoegd om bij afzonderlijk verzoekschrift aan het Hof van Justitie het verzoek te doen dat de executie wordt gestaakt. Het Hof doet de wederpartij op korte termijn oproepen ten einde daarover te worden gehoord. Er is een wettelijke mogelijkheid voor LVV weggelegd om naar het Hof te gaan, zodat het Hof deze beslissing neemt, al dan niet doorgaan met executeren. Ook al zouden wij met het oordeel van de rechter oneens zijn, we zouden het moeten accepteren, want het Hof heeft beslist. Nu is dit moeilijk te pruimen, dat geen gebruik is gemaakt van dit wetsartikel, maar dat de kantonrechter een besluit heeft genomen dat het vonnis wat uitvoerbaar bij voorraad verklaard is, dat daar geen uitvoering aan gegeven mag worden. De gelegde beslagen moeten worden opgeheven. En alles is teruggedraaid naar nul. Wat is dan de waarde van het vonnis wat in eerste instantie gewezen is door de rechter? Je hebt een vonnis in je hand. En het gaat om die broedeieren die op de haven lagen. En als ze lang genoeg daar zouden liggen, zouden ze onbruikbaar zijn. Nu zijn er 12 dagen overheen gegaan, maar 12 dagen te laat. En het vonnis zegt, je moet dan een dwangsom betalen voor iedere dag dat je te laat bent. En je mag het niet uitvoeren. De kantonrechter heeft beslist dat je moet wachten totdat in hoger beroep zelfs definitief zal zijn beslist. Dat had het Hof moeten doen, niet de kantonrechter.